Hey iedereen, ik ben weer eens vergeten om een fatsoenlijke video te maken. En waarom? Omdat ik aan het tekenen was. En YouTube aan het kijken was, maar dat maakt niet uit. Ik heb officieel nog 2 uur en een kwartier om video te maken. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga jullie laten zien waar ik aan het tekenen was. Ja. Ik was The Odd One Is Out aan het tekenen. I love him, by the En way. I think it's pretty good. Ik denk het wel. Ja, alleen. Ja, hij is goed. It's okay. My mama said that it was okay. En ik heb haar getekend. Prinses Diana. De eerste keer. De tweede keer. Ik denk dat die best goed gelukt is. Ik ben gestopt, want ik kreeg die curve niet. Nog steeds niet. Trouble. Oh, Tim Tom is bezig. Go watch him. He's good. En ik probeerde deze gast te tekenen. Wacht, ik zoek de voorbeeld. Maar eigenlijk, hier kijkt hij zo van. Bruh, I don't care. En hier kijkt hij zo van. I'm a ghost. Zo. So. Iets is niet goed. Oké, dit is de titel. Als je het überhaupt wilt kijken. Maar ik ben gestopt omdat ik niet weet wat ik fout doe. Ik denk dat het gezicht is te groot of zo. Ja, ik denk dat het is. En ik heb deze getekend. Ik vind hem niet geweldig, maar het is oké. Okay. Ik heb hem getekend van iemand die ook les geeft, zoals. Yes, him. Team Rocket Ross. Hij legt het goed uit. Het lijkt er niet op en ik heb een van die uitgegemd omdat ik hem. Is het goed, zie je het nog? Ja, daar. Maar ik vond hem niet mooi, dus ik heb hem weggehaald. Jep. Toen heb ik Scrafty getekend. Ook al heb ik geen idee in welke episode die voorkomt bij Pokémon. Er is een Pokémon, by the way. En ik probeerde achtergrond te tekenen. Maar ik vond dat ik genoeg heb gedaan met het inkleuren. Want ik heb ook schaduwen gedaan. Zo. So. Good job, good job. Dus ja. School gaat weer beginnen. Kijk, ik ben aan het leren. Dus ja, ik vind dat goed genoeg. Ja. Peace. Oké, laten we een unicorn tekenen. We beginnen met een half oval. Waarna we een rondje gaan tekenen voor zijn neus. Dan een schuine lijn voor zijn mond. En voor het oog maken we een rondje met daarom een rondje. En kleuren het binnengedeelte in. En dan tekenen we een lijn voor zijn nek. En dan voor zijn benen weer een lijn. En dan een soort hoevig vierkant en dan zijn buik en zijn benen en dan die zorgen dat het naar buiten zodat het ja binnen dunner en buiten dikker is en dan nog een lijn om vierkante lijnen en dan tekenen we zijn oren en nog een keer de nek en dan aan de bovenkant van het lichaam en dan de manen. Aan de voorkant gewoon. Oh, eerst een oog en dan de manen. En dan de andere manen. Curve line, curve line. En dan maken we een unicorn. En dan zijn staart. En balijntjes dat het echter lijkt. En dan maken we zijn hoeven compleet, toch? Curved lines. Ik heb echt geen idee hoe ik dat moet zeggen. En dan maak je streepjes in de horen. En we zijn klaar. Oh nee, we moeten nog overlijnen met een fine liner. En dat gaan we nou even snel doen. Oké, focus. Goed zo. Bam. Wat doe ik dit toch goed? En de manen. Het gezichtje, de mond, de neus, met de schaduw en het oog met de pupil erin.
Oh, it's so shiny. The mana. Bam, bam, bam. Whoop, bam. Oké, hij heeft een perfect lichaam, vind ik zelf. En al een klein beetje veranderd dan wat ik officieel heb getekend, omdat rond ziet alles beter uit. En dan zijn buik. Bovenlichaam, staart. And we're done. En nu moeten we het uitgummen. Gum, 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 gum. Dit is heel erg moeilijk, dus be careful. Weg met gumsel, weg, 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 weg. Dat was mijn eerste. En dat is mijn tweede. En dan gaan we inkleuren met donkerblauw en lichtblauw van de Color Express. Oké, okay. One hand challenge. Ik heb net de top met één hand losgemaakt. Ha. We doen de horen voor de helft inkleuren met donkerblauw. De manen alleen een streepje. En de staart maak ook een streepje. De hoeven slaan we over. Oké, okay. We gaan het lichaam helemaal donkerblauw maken. Ja, heel mooi inkleuren. Langzaam, langzaam, langzaam. Ik denk dat ik dit moet opschieten, maar dan hebben jullie tijd om het na te tekenen. Dus ik laat het gewoon lekker zo. En benen, achterbenen ook inkleuren. Ja, hoe langzamer je doet, hoe mooier het wordt. Want kijk, ik ben uit de lijn geschoten. Maar dat maakt niet uit, we gaan verder met lichtblauw. Dan gaan we de staart, de manen. Ja, de hoeven. Ja, wauw. De hoorn, de achterhoeven. Damn. I think we're done. Tada, twee unicorns. Thank you for watching. And that's my name. Bam. En ik heb een bril gekregen van Spotta, die ik dadelijk ga laten zien. En is like. En dat wilde ik met jullie delen. Kijk mij van de trap af lopen met mijn stoere bril. Ik steek tongen naar jullie uit. Ik loop naar buiten. Ja, oké, okay, peace. En dan is de zon. En dan, bam, it's purple. Bam, it looks so hot. Bam, yeah. En dan loop ik weer terug naar binnen. Want dat was het. Ja. En dat was het. Kijk naar mijn zonnebril. Woehoe, shiny. Bye bye.